Wie wint de Mondiaal in 2022? Eén ding is zeker, het wordt niet België. Wij geraakten helaas niet in de finale weken, we konden vandaag niet scoren en zijn eraan bezweken. Evert Winkelmans gelooft in Spanje. Zij hebben spelers met een flits en de twee meest getalenteerde kids. Robin Pront gokt op Argentinië. Zij hebben Lionel, de beste speler van het spel. Erik van Looy gelooft in Brazilië. Ze zijn recordkampioen en hij ziet ze dit jaar nog eens overdoen. Ja. Wie pakt de bokal? Daar gaan we het over hebben in Mid-Mid Mondiaal. Ik ben Erik van Looy, hè? Erik, welkom. Hallo. Hoe gaat het met u? Prima, ja. Hoe gaat het met uw oog? Mijn oog gaat steeds beter. Ja. Ik had dit heb ik enkele dagen nodig. Mijn netvlies was gescheurd. Een oogklepje, dat is, hoe noemt u dat? Ja, omdat dat oog dan even kon rusten. En nu zit er nog vloeistof in en zie je zo... Ja, het is precies nog gezien een aquarium. Dus ik zie u van boven en uit. Uw onderkant, dat is vloeibaar. Ja. En dat is geen drugs of zo. Dat is gewoon... maar ik ben onder betere hand. Ik ben blij. Ja, want toen je bij Sporza zat, moest je dat nog dichtknijpen. Echt. Dat is ja, toen kreeg ik het nog niet echt open. En ik heb ook in Nederland nog in een show gezeten waar ik echt los van de operatietafel kwam. Enfin, het was heroïsch en tegelijk een beetje raar. Maar het gaat steeds beter. En ik ben klaar voor de Rode Duivels, als ze mij nodig hebben. Dan ben ik topfit over een week. Ja. Je bent bezig met een theatershow. Verslaafd. Ja. Verslaafd, ja. Heb ik vorig jaar 40 keer gespeeld en komt nu nog 60 keer terug. Ik ging me nou zeggen 60 jaar. Dan 60 keer tussen januari en juni. En dat gaat over alle verslavingen die ik heb, maar vooral de verslaving aan filmsterren. Wat ik allemaal meegemaakt heb met filmsterren en van alles. Comedy eigenlijk, maar leuk. Vind je dat moeilijk voor een zaal? Nee. Nee, in het begin wel, maar nu niet meer. Nee, ik vind echt, omdat je weet, die tekst is af, die show is af. En je weet, nu gaan ze lachen. En nu zijn ze stil. Dat is makkelijk. En ze lachen bijna altijd wanneer... ze lachen eigenlijk altijd. Dus het is zo... het heeft een gestroomlijnd scenario. En ik zou het meer schrik hebben als het zo te vast ligt. Ik kan ook afwijken. Maar ik heb die basis en de mensen lachen. Robin heeft hem al twee keer gezien, ja, denk klopt. Ik. Twee keer? Ja. Trouwe vrienden. Ja. Nee, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Heel goed. Hè? Sinds we samen op 2K naar Brazilië zijn geweest en daar een tijdje gebleven zijn. Ja, klopt. Heb jij, Robin, de kneepjes van het vak geleerd? Je bedoelt welk vak? Als regisseur? Of, Nee. Robin is compleet Robin. Ik moest van Robin zelf vragen, ziet jij in hem uw natuurlijke opvolger? Eigenlijk wel. Ja. Nu zeker met Zillion, omdat de film is die geweldig scoort. In mij zelfs angstwekkend. de kort staat nog steeds op Loft. 1.196.000 bezoekers. Maar ik weet dat Loft begon met de eerste week 150.000 en de tweede week ook 150.000. En Zillion had ook die cijfers. En toen werd ik heel ongerust. Ja. Toch een beetje stilgevallen dan? Nee. Ik kan het niet zeggen. Hè. Maar Loft, dat is buitenaards. Dat is... Ik denk dat dat nooit herhaald zal worden. Wow. Ja, maar dat dacht ik ook. Maar dan kwam die film uit en dan zag ik plots van, dit zou wel kunnen. Als dat... en het wordt sowieso een gigantisch succes. Het is ook een heel goede film. Als iemand het record ooit pakt, wil je dan liever Robin of net niet Robin? Nee, Robin. Ja? Ja? Okay. Robin. Maar als hij het pakt... ik heb contact met twee Albanese mensen die zijn benen komen breken. Bežnik en Miklos. Die zitten klaar om zijn benen te breken. Ik zou het verschrikkelijk vinden, maar tegelijk gun ik het Robin heel erg. Het is een fantastisch regisseur. Hij heeft een geweldige film gemaakt. En, Wat vond je van Zillion? Ik heb hem 4 keer gezien.
Dat is niet waar. En ik versta... Wel, echt waar. Ja. Echt waar? 4 keer gezien. Robin Witte. Ja. En ik versta hem nog altijd niet. Maar dat is niet waar. Ik vind het echt een hele, ja, hele amusante film. En ja, top amusement. Ja. Hebben jullie nog veel contact? Nu? Ik en Erik. Ja. Heel veel contact. We bellen regelmatig. Hè, ja. Okay. Goeie vrienden, Sam. Heel mooi. Oh. Is de teleurstelling al wat gaan liggen? We zijn nu een paar uur na het afluiten. Het was... Het, ja... Kijk, wij zitten laat. Wij zitten heel laat. Ik heb de dag wat proberen overschouwen. En ik denk dat ik wel ergens de schoonheid van de uitschakeling heb meegemaakt. Ja. Het was na het laatste... Ja, ja. Ik snap het. Ja. Na het laatste fluitsignaal, ik vond dat wel ergens heel schoon hoe dat wij daar allemaal bij zaten en bij lagen. Als je dat even bekeek, iedereen was echt gewoon... down, alsof er een bom was gevallen. Het was muisstil. Bovenin ons kiekenkot, waar dat al 2 weken in brand staat, kon je nu een speld horen vallen. Allee, ik heb Dennis zijn gezicht hing tot op de grond. Dat was niet normaal. Ik heb Leroy, de producer, zelfs horen zeggen nu even niks vragen aan de mannen. Laat ze even bekomen van de emoties. Dat vond ik zo schoon. Dat was echt... Wij waren daar zo in mee in die match. Ja, dat was de schoonheid van de uitschakeling. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. Dennis Seid, welkom. Dag Sam. Heb je al iets voor ons? Nee. Ik ging iets schrijven. Ik was aan iets begonnen. En toen bedacht ik... Herman Brusselmans heeft hier gezeten, een echte schrijver. Heeft u naar huis geschreven? Absoluut. Bart Kermans heeft iets prachtig gebracht. En ik was ook gewoon teleurgesteld eigenlijk. Die, verliezen is gewoon kut, hè. Ja. Allee, even heel duidelijk zijn. De schoonheid van verliezen, ik snap hem nog niet. We liggen eruit in de groepsfase met zo'n geweldige ploeg. Dat is gewoon dikke kak. Ja, wat is het algemene gevoel? Maar ik zie vooral de schoonheid, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Nee. Ja. Maar nu wel? Ja, omdat ik voel het aankomen. Hè. Ja. Ja, ja. Het was chroniek van een aangekondigde dood, zal ik zeggen. Bij mij ook, ik ben 35 of 36 ondertussen. Die spelers zitten wij in diezelfde leeftijdscategorie. Ik ben eigenlijk een beetje mee volwassen geworden met die spelers. Hè. We zijn naar 2K gegaan, we hebben dat allemaal meegemaakt. En gevoeld van, ja, het is gedaan. En dat, ik ben vooral dankbaar voor de mooie momenten. Ik had ze biedt natuurlijk heel hard fileren wat er allemaal beter kon en zo. Maar nu wil ik even zeggen, dank u voor de mooie tijd. Het zit er jammer genoeg op, maar het was een fantastische rit. Ja, blijkbaar hebben we heel hevig gereageerd bij de kansen van Lukaku. Oh nee. Ja, kan je wel iets bij voorstellen? Wie valt daar aan? Goed! Ah! Oh, Lukaku, waarom? Je komt nog wel vlot terecht, hè, Erik? Jij komt nog wel vlot terecht. Ik weet het, ja. Vandaar dat mijn netvlies af en toe schijnt. Nee, het is lang geleden dat iemand tegen mij gezegd heeft, trouwens. Maar, waarvoor denk je? Nee. Mag ik even Lukaku uitroepen tot man van de match? Verre klinkt heel triest natuurlijk, omdat hem veel kansen liet liggen. Maar hij heeft meer kansen gecreëerd op zijn eentje in die ene helft dan al de ander in die 3 matchen samen. En ik vind dat echt heel triest. Hij heeft 3 maanden gevochten om die match te kunnen spelen. Is uiteraard niet volledig fit, dat kan niet. Maar anders legt hem er een in. Dat gevoel heb je toch? Ja, hoeveel pech kun je hebben? Hij heeft er ook alles aan gedaan. Wat kun je hem nu verwijten bij die kansen? Ja. Die eerste binnenkant paal, die laatste, valt eigenlijk blind voor hem, denk ik. We hebben een goed match gespeeld. Hmm. En dat is het. We kunnen die mannen niks verwijten. Ze waren allemaal op niveau en zelfs een paar boven hun niveau. Ze hadden echt duidelijk gezegd, jongens, we gaan nog 1 keer er alles aan doen. We gaan vlammen. En ik vind echt dat we gewoon een heel goed match hebben gespeeld. Maar waarom vind ik het zo zuur? Trots. Want ja, toen we zijn met trots in de auto stapte deze morgen, zeggen, ik heb het al opgegeven. Ik heb geen stress. Het komt niet goed. En ik had net het gevoel dat het wel nog echt goed kunnen komen. We hebben het wel vandaag nog eens weggegeven. Wat weggegeven? Ja. Als laten liggen. Als we met Lukaku gestart waren, had het dan misschien anders kunnen zijn. Want je zag die hierop komen... En ineens veranderde dat spel offensief voor ons in zo'n goede manier. Een aanspeelpunt dat we in de eerste helft niet hadden.
Een aanspeelpunt niet, maar wel iemand die ze niet onder controle konden krijgen, was ze ook. En ook presence in de 16. Laat hij nu spelen en wissel dan verder. Op een gegeven moment controleerde Lukaku als spits een bal en konden we het ploeg oprukken. En dat was nog niet gebeurd deze week. Dat was echt van, juist, dat doen de spits eigenlijk. Even iedereen laten bijsluiten. Ja, we hebben één goal gemaakt. En dat is het duidelijke pijnpunt van dit toernooi. Hè. En je ziet, zonder Lukaku zijn we 20% minder. En dat is geen verwijt aan niemand. Maar als ik Lukaku die tweede helft zie spelen, leek die wel fit om te starten, toch? Dat weet je niet. Ik denk ook wel dat de vermoeidheid bij Kroatië zal zeker meegespeeld hebben in het feit dat hij die verdedigers makkelijker kan afhouden. En misschien dat Martinez wel dat bedacht heeft dat je in de tweede helft sowieso makkelijker kansen kan afdwingen dan in de eerste, waar het toch een studieronde is. In de tweede helft heb je dat niet. Dus op zich verwijt ik Martinez dat ook niet, dat hij Lukaku nog op de bank heeft gehouden. Nee, ik ook niet. Maar ik denk ook dat dat een logische redenering is. Ja. Achteraf zou ik kunnen zeggen van het had gekund, maar... ik denk dat je vandaag... Als die bal binnenshot, of als bij de assist op Carrasco, of die pas op Carrasco, als Carrasco aansluit en scoort... Dan lukt het plannetje natuurlijk. Ja, maar met die penalty had het ook al gedaan kunnen. Ik vond het wel een beetje een... We hebben er echt nog voor gestreden, maar... Ja, het is niet in deze match dat we het verloren. Het feit dat je op voorhand... waren we het er misschien wel allemaal over eens dat Kroatië wel op papier sterker leek. Hadden de vorige match veel meer geïmponeerd dan ons. En wij hebben ze echt wel gecounterd en zelfs op het einde van de wedstrijd echt met de rug tegen de goal geduwd. Ja. Dus dat is echt wel klasse, hè? Want Kroatië is geen prutsploeg. Hè? We hebben wel nog getoond dat deze groep oudjes wel nog het kon. We zijn wel goed weggekomen, hè? Wat Robin zegt, die penalty. Als je dat VAR-beeld gewoon terugbekijkt, ik snap nog altijd niet goed waar ze nu naar kijken. Het is toch gewoon... Ja, het is raar, hè? Ik wil gerust inzoomen, maar dan gaan we het nog niet weten. Nee, maar dit is toch duidelijk een voorbeeld van daarvoor is offside niet uitgevonden. Hè? Als je de lijnen al niet van elkaar kunt leggen, dan moet het doorgaan. Maar goed, er zijn 12 trackingcamera's in het dak van het stadion gemonteerd en 50 keer per seconde wordt er iets gemeten. Dus het is echt wel heel accuraat, want dit is gewoon... Ja, het is goed voor ons, maar het is belachelijk. Absoluut. Ja. Wat ik me nu wel afvraag na deze match is... Martinez heeft duidelijk iets totaal anders gedaan. Mm. Ze speelden met 3 op het middenveld, met 2 achter Kevin, de Donker naast Witzel. Van voor heeft hij doorgeselecteerd. Ja, waarom nu? Ja. Waarom sorry, ik vond het zelfs raar dat Hazard er nu uitging. Ja. Toch? Ja. Dat hij erop komt in minuut 85? Die speelt 2 keer in de basis. Hè? Daarom? Dat is toch heel raar. En zou die dan echt luisteren naar de pers en naar podcasts? Dat kan ik bijna niet geloven. Of naar zijn spelers of naar zijn assistenten? Ja, ik vind het heel bizar. Echt waar. Ja. Wat vonden we van Trossard vandaag? Goed begonnen, maar dan wel wat weggedemsterd, vond ik. Dus dacht tweede helft. Tweede helft was het vast ja, precies minder, wat minder, af. Op het moment dat hij vervangen werd, was het heel logisch. Je was hem al even uit het oog verloren. En wie kwam er dan in zijn plaats? Doku, Torgan. Eerst Torgan. Doku. Maar dan zie je wel dat wij opties hebben. Mm. Opties die we misschien vergeten waren. En dat is wel ergens Martinez zijn schuld geweest. Wij zijn vergeten dat wij ook nog wel anders kunnen voetballen. Geef Trossard en Doku, geef die maar die kansen, die aanvallende mogelijkheden. En je krijgt een ander voetbal. Maar ik vond het vandaag veel beter, dus ja... Ik snap nog altijd niet goed waarom Martinez zo lang gewacht heeft om dat zo te veranderen. Als we hebben ook 20 minuten gezien dit WK. Ja. En hij was... Aanvallend was hij zeer goed. Ik vond hem heel slecht beginnen aan zijn inval. Ja. Maar echt heel slecht. Ja. Maar hij kwam er wel volledig door. Ja. Prachtige panna wel op een gegeven moment. Wel op de helft van ons. Maar fantastisch. Ja, hij was ook niet volledig fit, hè, natuurlijk. Ik denk dat hij ook wel meespeelt. Als die man al 10 matchen in de league aangespeeld heeft, dan zal hij meer wel rapper zitten. Maar dat was ook niet, hè. Hij heeft eigenlijk maar een paar minuten meegespeeld in de competitie. Nee, en toch ook, waar was onze linksachter? Hè? Dat kan je, als je aan de selectie van die 26 namen denkt, dan had Martinez toch moeten voorzien dat we misschien wel een echte linksachter nodig hebben. Mm. Waardoor dat je toch ook op een andere manier kan gaan voetballen. Maar nu stonden Castagne en Carrasco en allemaal tegen hun voet op links. Mm. En je zag toch duidelijk dat dat een handicap was voor onze ploeg. Vond je dat? Wie zou je meenemen dan als linksachter? Dat we verdedigend stabiel stonden en ik verwijt Castagne eigenlijk zo goed als niks. Nee, maar ik kan geen fase herinneren waar ik zou denken, dat heeft hem slecht gedaan. Hè. Maar dan kon Meunier misschien wel eens een matchje op de bank zitten. Ja. Dan kon Castagne rechtsachter worden, want Meunier vond ik niet goed. Zeker niet tegen Marokko. Dus ik vind het raar dat je geen zuivere linksbak meeneemt. En in de tijd hebben we daar Jordan Lukaku voor meegenomen. Nu doen we dat niet. We hebben ook geen pinchhitter meegenomen. We hadden de Kuiper moeten meepakken?
Wat dat Benteke hebben we ook niet. Dat type hebben we ook niet meer bij. Dus ik vind bij de selectie had hij meer moeten durven, denk ik. Zo Openda of zo bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n speler. Die pakte daar mee, maar hij speelt totaal. Maar die heeft toch iets gedaan op training dat hem niet aanstond dan? Vindt hij die überhaupt goed genoeg of zo? Ziet hij dan van eigenlijk haalt hij het niveau niet of zo misschien of zo? Ik weet het niet. Toch raar, ja. Want Doku zei ook iets heel opvallends. Hè? Die, dat wou ik zeggen, zeg maar. Dat hij zegt na de match van ja, ik had hem misschien meer moeten laten zien op training. Serieus? Ja. Heeft hij dat zelf gezegd? Ja, dus hij zegt, ik heb niet veel gespeeld, ik had misschien meer willen spelen, maar ik had ook misschien meer moeten laten zien op training. Ja. Dan denk ik, dat is wel een WK. Word wakker, alstublieft. Ja. Jeremy, alstublieft. Ja. Ja, maar ook, hij zei toch, na twee wedstrijden zegt Martinez plots, Onana is een heel belangrijke speler voor ons. Ja. Maar hij heeft hem zelf niet gebracht. Ongelooflijk. Sorry. Ja, hij voelde een beetje, soms dat herkenbaar, als je op de set staat als regisseur en je weet het even niet meer en je biedt maar wat de raaskal in de hoop dat iedereen nu gelooft. Zo, dat gevoel had ik een beetje bij Martinez nu, dat hem echt het spoor wat bijster was. Herkenbaar met momenten. Zeer vergelijkbaar, ja. Vooral in die tweede match met die wissels dan, dat je dan Mertens brengt en dan... Charles. Ja, en dan toch nog Lukaku er ook nog bij, 5 minuten later. Daar was hem echt wel het spoor. Ja, daar... Heel die lichaamstaal verraden ook dat hij wist van, het is voorbij. Als je nu ook ziet de energie die we wel hadden op dat middenveld. Ik moet Witzel wel zeggen, een pluim toewerpen. Hij heeft goed gespeeld. Dan Donker was duidelijk een enorme meerwaarde. Ja, dat had hij toch wel kunnen voorzien dat we dat tegen Marokko ook gingen nodig hebben. Waar we wel op duelkracht tweede helft onder zijn gegaan. Als je dat dan vandaag wel kon, dan is dat wel echt doodzonde. Maar waarom lijkt dat altijd zo duidelijk voor ons of voor iedereen die kijkt en dan voor de persoon die er het dichtst op staat? Hey. Ik ga ervan uit dat Martinez er meer van kent als ons in ieder geval. Dus dat is zo, die neemt die beslissingen toch wel mee een reden. Maar ja, dus wij zien alleen maar de matchen. Hè? Ja, dat mag je niet onderschatten. Dat zelfs alleen maar de film zien en niet de opnames. Hè? En ja, nee, maar ik denk dat dat wel vergelijkbaar is met eender welke job. Je gaat altijd uit van het positieve. In een beslissing, hè, je maakt een beslissing en je kijkt in de toekomst. Je gaat ervan uit dat dat goed gaat zijn. Je kijkt naar, wij gaan balbezit hebben tegen Marokko, dus wij gaan die kunnen uit elkaar spelen met dit elftal. Dus wij gaan die duelkracht niet nodig hebben. Dat is gelijk als je een filmscène aan het monteren bent. Je denkt, ja, dit is de beste filmscène ooit. En dan laat je die aan iemand anders zien, dan zegt hij, ik snap er niks van. Dat is, je gaat uit van het positieve en dat is bij Martinez heel hard. Je gaat altijd uit van het positieve. Het is alleszins echt gedaan, hè? Ja. Hij is opgestapt. Het zat er wel aan te komen, hè? Ja, hij is te lang gebleven, hè. Vind ik. Als coach mogen niet zo lang blijven, denk ik. Het is op. Ik vind een WK en een EK gewoon. Ja, dat moeten stoppen daar, denk ik. Na het EK zag je dat minder was dan toen. Omdat je ook alleen in de relatie met de pers en zo, bedoel, ze zijn eigenlijk gewoon zijn discours, waren ze ook beu. Hè. Nu zit ik geëmotioneerd door zijn afscheid, wat heel mooi is. En denk ik, oh, Germe, die man. Wat een job. En wat heeft hij fantastische dingen gedaan voor het Belgisch voetbal. Maar de laatste 2 jaar worden we eigenlijk vooral aan het ergeren om zijn manier van communiceren en zijn toch wel ook besluiteloosheid of weinig zin voor risico. Hij is te lang gebleven, denk ik. Als je terugkijkt op heel zijn periode, welk cijfer geef je hem dan op 10? 6,5. Maar dat is met dit. Met het einde. Nee, dat is niet met dit. Want ik had wel 2 toernooien die slecht zijn. Hè? Nee. Nee, misschien vanaf die matchen tegen Holland. Je verliest 2 matchen tegen Holland en je denkt, ja, dat is een goede ploeg. Zo'n goede ploeg blijkt dat niet te zijn. En ik denk dat... gewoon, als je die generatie in je handen krijgt, dan moet je een 7 of een 8 op 10 ophalen en moet je hoger eindigen. Dus ik denk dat uiteindelijk, hoe goed hij ook hoe werk hij ook geleverd heeft, dat het toch een klein beetje een soort falen is. En vandaar, 6,5. Maar... Ik denk wel dat het nog lang de geschiedenisboeken ingaat als de bondscoach met de hoogste medaille. Nee, maar ik denk niet dat dat zijn legacy zal zijn. Ik denk dat hij de geschiedenis ingaat als de man die het niet heeft kunnen waarmaken. Ja. Jammer, dat denk ik. Ook, Hij was degene die moest doen wat Wilmots niet kon. Hè? Ja. Dus effectief naar een prijs leiden. En als ik zag daar straks ook alle namen die Martinez heeft gehad. Dat zijn wereldvoetballers die wij hebben gehad. Zeker in hun prime. In 2018 hadden we een fenomenale ploeg. Maar Frankrijk tegen de uiteindelijke kampioen in de halve finale. Nee, dat vind ik ook wel. Dat gebeurde dan. Fantastisch team. Maar er zijn wel meer landen die een fantastisch team hebben. Ik had de gouden generatie van Portugal met Luis Figo.
Holland? Die hebben ook geen prijs gewonnen. Nederland heeft ook nooit een prijs gewonnen in de generatie met Kluivert bijvoorbeeld. In 88 hebben ze een prijs gepakt, maar daarna ook niet. Dus er zijn zoveel gouden generaties die eigenlijk nooit iets winnen. Klopt. Ja, en eigenlijk win je vaak een prijs doordat je boven jezelf uitstijgt. Ja, die ploeg is eigenlijk nooit boven zichzelf uitgestegen. Toen zijn misschien in die match tegen Brazilië en dan die tweede helft tegen Japan. Pakt je thuis, haalt de vierde plaats in 86 met een ploeg die, vier keer minder goed was dan deze ploeg. Dus dat is dan een grotere prestatie dan als coach, bedoel ik. Heb ik ooit het gevoel gehad als fan dat hij het verschil heeft gemaakt? Dat denk ik niet. Ja, die match tegen Brazilië bijvoorbeeld, daar specifiek, zo die, hoe dat Lukaku en Hazard en zo daar speelden, dat vond ik wel allemaal goed aangepakt. Maar Martinez, lijkt me een heel slimme man en die het spelletje wel begrijpt en zo, maar... Politiek begrijpt vooral, denk ik. Ja, ik denk dat hij tactisch ook... lijkt me wel... ze gaan me toch niet vertellen dat hij dat niet allemaal snapt, maar... Ja, of dat de staf rond hem niet straf genoeg is om dat te begeleiden. Ja. Maar, ik hou niet... Hij hield altijd vast om dat ene systeem. Ja. En ik hou eigenlijk niet van coaches met één systeem. Omdat je... En met het moment dat ze dan zeggen van laten we met vier vlakken spelen, zeggen ze, maar er is niet op geoefend. Nee. Ja, dan denk ik, er had al lang op moeten geoefend zijn. Je moet kunnen schakelen naar een nieuw systeem. En dat heeft zes hij volgens mij. In 6 jaar. Ja, wel, het is dat. En dat heeft hem volgens mij. De flexibiliteit ontbrak en ontbreekt al jaren. Ik heb me het meeste gestoord bij hem aan die gladde managercommunicatie altijd. Zo. Die zijn vaak te weinig waar het nu echt op stond. En... Amazing game. Wonderful players. Ja. Nu ook. Hij was het nog aan het proberen. Maar hij heeft gezegd, deze manier van verliezen kan ik accepteren. Hoezo? Ik snap wel wat hij bedoelt. Ja, ik snap wat hij bedoelt. Vandaag, ja. Ja, maar het gaat over het hele toernooi. Dan is het toch niet aanvaardbaar als je kijkt naar de match tegen Canada en tegen Marokko. Nee. Wat duidelijk is, hij heeft gezegd tegen die speler, denk ik, een paar dagen geleden of na de match tegen Marokko, van kijk, ik stop ermee, denk ik. En denk dat hij, heeft hij dat niet dan gezegd van... Ja, want Jan Vertonghen heeft in zijn interview na de match gezegd ik hoop dat hij nog doorgaat. Daarna zegt Martinez, ik stop. Mertens wist het volgens mij al. Mertens liet uitschijnen, het met al 3 dagen wist. Zou het in de kleedkamer gezegd hebben in deze week al? En ik denk dat hij een reactie wou zien en ik denk voor hem... Dat hij die heeft gezien op het veld, ze er alles aan gedaan. Ik denk dat hij dan met een gerust hart kan stoppen van oké, ze hebben er wel echt voor gevochten. Ze hebben gevochten en bepaalde spelers waren echt heel goed. Witzel, Den Donker, beter dan ze de laatste jaren geweest zijn. En het grote verhaal van de Ambras in de klas en zo. Ze hebben hem niet voor de bus gegooid vandaag. Hè. Ze hebben hem niet laten hangen. Hè. Dus dan ergens is er wel sympathie tussen beide partijen, tussen spelersgroep en coach. En dat heeft hij wel altijd goed gedaan, maar ik volg Robin ook. Ja, die managerspraat of dat overpositivisme, hoe moet ik dat zeggen? Of gewoon niet eerlijk willen zijn met de pers, daar heb ik mij heel hard aan gestoord. Ik snap niet waarom dat je in je analyses altijd alles moet verbloemen. Of, dat hoeft niet. Wees gewoon eerlijk. Er zijn, Louis van Gaal toont dat het kan. Luis Enrique, Conte, die zijn altijd wel eerlijk. Ja, maar die liggen ook vaak in de clinch met de pers. Ik denk ook niet dat makkelijk is dat er altijd 40 mensen die eigenlijk... Je zegt echt, als het niet loopt, zeg je de meest gehate mens van het land, hè? Als bondscoach. En hij zal dat wel gevoeld hebben, want hij haalt al eigenlijk de laatste dagen haalt hij wel uit naar de pers. Hè? Alsof dat er een enorm vijandsbeeld is gecreëerd ten opzichte van hem. Ik denk dat dat nog heel goed meevalt bij ons in België. Ja, zelfs hij hield zelfs een supporters haalde hem uit. Hè? Ja. Dat hem zei, only the real supporters. The real fans. Er was hier geen enkele Belg die zei van, het gaat goed. Maar iedereen was natuurlijk bereid om terug recht te springen. En, Maar hij heeft het dan waarschijnlijk 3 dagen geleden verteld aan de groep, maar wanneer zou het beslist hebben? Voor het toernooi. Heeft hij ja, dat zegt hij, maar ik geloof er precies niet in. Jij denkt tijdens? Ik denk tijdens, ja. Want het zou wel veel verklaren in zijn selectie als hij het al voor het toernooi wel beslist had. Ja, ik weet het niet. Dat het niet meer aan hem was om te vernieuwen dan. Ja. Maar dan is er ooit ingestapt bij de Roy Duivels, want toen belandt zo'n man hier anders ooit in België met het idee van, dat is een fantastische selectie, daar kunnen iets unieks mee doen met die specifieke spelersgroep. Maar hij zal toch wel beseffen dat nu gedaan is met die spelersgroep. Ik denk niet dat is hij nu echt een man die nog langer doorhoudt met nieuwe spelers. Ik denk wel... Er is heel enorm hard gelachen met George Lekes, die toen zei 90% van het werk is gedaan. Er is mee gelachen, maar dat was wel enigszins waar. Dat lag dan niet per se aan Lekes. Nu is er heel weinig gedaan voor de toekomst, vind ik. Er stond niks klaar. Er is nooit geëxperimenteerd met een ander soort ploeg, tenzij met de Bast, om god weet welke reden. Ja, dat was een rare ding. Plots 2 keer moest instaan.
En dat je dan de donker niet laat spelen, omdat je toch ongeveer weet van dat zal het worden. Ja, dat heb ik niet begrepen. Maar, De donker was voor mij misschien zelfs de beste duivel vandaag. Ja, maar klopt. Wie moeten we nu nemen? Als coach. Ja? Ik was aan het denken, zou Kompany haalbaar zijn? Zou je zeggen, ik doe het seizoen wel af bij Burnley en dan kom ik? Oh, sorry, als je het over gladde manager praat... ja, sorry. Ik denk dat we iemand... Sorry, we gaan naar omhoog dan. Hè. Ja, maar we hebben iemand echt nodig. Ja. Snap je wat ik bedoel? Iemand authentiek, iemand echt, iemand real. Ja, ja kom, iemand, maar zeggen dat Kompany... Iemand... Ik snap, de manager praat wel, maar dat is wel, daar staat wel iemand wel echt... Ja, dat is een ooit wel, maar ik weet niet wat die... Oké, dat is toch iets anders. Ik weet niet of dat nu zo slim is om met die spelersgroep... Die dat gaat hij moeten doorselecteren? Gaat hij naar Jan Vertonghen moeten bellen van... ja, je zit er niet meer bij... Dat lijkt me toch ook niks voor Kompany om te doen. Ik denk dat het heel moeilijk is om je vrienden te zeggen en te bellen. Hey, ik denk het beter stoppen. Ook, ja. Ik denk dat we nood aan hebben. Volgens mij terug even aan een Belg, denk ik wel. Kompany is een Belg. Maar dat weet ik. En iemand die recht door zee communiceert en niet bang is om grote veranderingen te maken. Hein van Azenbroek. Ik wou net zeggen, je zegt Hein. Hein. Ik ben fan. Michel, als je praat over een Belg, wie zijn de kandidaten? Philippe, Hein van Azenbroek, Michel Preud'homme, Philippe Clément? Ja. Dat zijn de drie. Dat zijn de drie grote namen. Of Georges Lekes van die 10%. Nog eens. Nee, die drie lijken mij plausibel. En het zijn toch wel de drie, als je ze belt, die het doen. Nee? Ja, best. Ja. Enfin, we gaan er zelfs verder over praten, maar we moeten even tussenuit. Dag Sam. Karel, we liggen eruit, man. We liggen eruit. Maar ik kan wel zeggen, ik heb het van op de eerste rij gezien, ze hebben er alles aan gedaan. Het was eigenlijk een 0-0, maar het voelde niet aan als een 0-0. Het voelde aan alles dat ging gebeuren. Ik dacht, ik ben al twee keer naar de WK-match gaan kijken, twee keer was het 1-0. Ik dacht, vandaag is het weer zover. Waar liep het mis? Waar liep het mis? Dat Lukaku de bal niet in de goal kreeg, Sam. Die een bal op de paal, dan heb ik geroepen. Die kopbal, dan heb ik nog harder geroepen. En eenmaal op het einde ben ik op mijn knieën gevallen. Maar was er sfeer? Er was sfeer, maar je moest je oren goed open doen om het te horen. Naast mij zaten er op een gegeven moment vier Qatarezen. Die hebben heel op hun gsm gezeten. En die riepen om Hazard, 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 Hazard. Dat was het enige dat ze wouden zien. Toen Hazard uiteindelijk inkwam, hadden ze niet door dat Hazard was. Zeg, ik heb gehoord dat je naast Onana zat. Ik zat voor Onana. Ik heb hem kunnen begroeten. Amadou, ça va? Ça va? Dat is ook geweldig teleurgesteld. Zat met zijn hoofd in zijn handen op het einde. Ja, het heeft er hard ingehakt. Nu, ik moet zeggen, bij mij viel het eigenlijk nogal mee. Het is pas nu dat ik begin te denken. Oh nee, we zijn uitgeschakeld. En Roberto Martinez nog gezien? Want hij is bondscoach af, hè? Is hij bondscoach af? Hij heeft gezegd, toch altijd leuk om de reporter ter plekke te hebben, die het nieuws niet meekrijgt. Maar hij heeft gezegd, dit was mijn laatste match als bondscoach van de Rode Duivels. Ja, kijk, bondscoach af. Het is niet anders. Hè. Je ligt eruit in de eerste ronde van het WK. Dat kan ook niet anders. Hè. Wat vind je trouwens van de micro hier live in Qatar? Ja, ik vraag me nog altijd af, is dat iets wat jij vasthoudt of is dat legit een micro? Wel nee, ik heb het gewoon vast eigenlijk. Ze hebben mijn micro afgepakt toen ik het stadion binnenkwam. Kijk, normaal is dat. Kijk, in normale omstandigheden zou ik mij een stukje met een kraag gaan drinken, maar dat mag niet van de Qatarezen. Nu, gelukkig ligt mijn boot zogezegd op internationale wateren, dus daar is wel bier verkrijgbaar. Ik zou zeggen, geniet van Duitsland en Spanje. Ciao, man. Dag, Sam. Dit is iets dat ik al heel lang eens heb willen doen. Dit was Karel Dirkses voor Mid-Mid vanuit Doha, Qatar. Wat een meerwaarde, toch, zo'n reporter? Wauw. Echt, wat een luxe ook hier. Nog even terug over de Rode Duivels. Ik vond het een raar moment toen Hazard klaar stond om in te vallen en die nog 5 minuten gewoon uitleg kreeg. Ja, maar dat is... Wat heeft Martinez op dat moment tegen Hazard te zeggen als we al in de 80e minuut zitten? Elke coach tegenwoordig denkt dat dat moet om tegen mega ervaren spelers nog een uitleg te doen van je moet dan een tweede paal die pakken en een corner dat en die looplijn. En Hazard die loopt dat veld op en die is dat allemaal. Ja. Toch zeker Hazard? Ja. Beeld op, als hij op de bank zat naast Lukaku van de eerste helft, vond ik ook typisch Hazard. Die komt dan in beeld. Ja, gewoon aan het lachen. Hij is tenminste in het veld nog op geraakt. Hè. Denk aan Benteke vorig jaar. Die stond daar 7 minuten te luisteren. En dat was hij ineens gedaan tegen Italië. Die is nog op het veld verschenen. Ja, klopt. Wie gaat stoppen? Mertens 35, Witzel 33, Alderweireld 33, Hazard 31. Vertonghen heeft al gezegd dat hij door wil doen. Ja. Hij was wel heel goed vandaag, Vertonghen. Ja. Ik zeg, in Alderweireld ook. Dus Alderweireld ook. Vorige match ook, ça va. Ja, zeker. Dus, er is heel veel gezegd over leeftijd en zo. Die gasten stonden er wel, hoor. Dus op dat vlak.
Ik denk dat er wel een paar zijn die misschien willen doorgaan, maar misschien dan een andere rol moeten evolueren. Hè? Dat lijkt me ook logisch. Het gaat niet meer de absolute basisspelers zijn. Een andere rol in de pickorde of in het team? In het team. Meer de vaderschapsrol, de coach, assistent coach, dat soort dingen. Allee, ik zie Vertonghen met alle respect, als hij bij Anderlecht zijn carrière verder zit, dan zal hij geen basisspeler blijven bij de Rode Duivels. Ja, ik hoop dat hem nog niet weggaat. Hij kan alleen nog maar afzakken, denk ik, toch? Met het niveau dat hij nu haalt. Hè? En de snelheid die zal afbotten. Dus ik denk dat hij ook wel... Streng. Nee, hij wil supergraag Rode Duivel blijven, dat snap ik en dat vind ik cool. Maar hij zal naar de bank evolueren, maar hij kan daar ook heel belangrijk zijn. Dani Alves is ook mee, hè. Kawashima bij Japan zit ook nog altijd op de bank. Perfect, hè? Maar niet meer in de basis. Ze zijn nog met 26, dus dan is er wel een plekje mogelijk voor ze iemand. Tuurlijk. Trouwens, de Belgen zijn gewoon een slachtoffer van de vloek van Brazilië. Iedereen die Brazilië heeft uitgeschakeld, de laatste WK's, die ligt er daarna uit in de groepsfase. Behalve één land. Behalve het land dat Brazilië in 2010 heeft uitgeschakeld. Holland. Holland, ja. Het enige land... Was dat Sneijder met de kop? Ja. Met de kop. Trouwens, gisteren was Joris Brijs hier aanwezig. En, die dat weten we. Fucking Maguire in ons team zitten. Ja, kijk. Die wilde graag een shirt krijgen van ofwel van Dries Mertens ofwel van Kevin De Bruyne, maar hij moest daar iets voor doen. Hij moest de mid-mid beat afspelen. Wel, hij heeft geluisterd. Ja, la, 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 la. Kruiken van Mertens op de Bruyne. Ga je een shirt in zijn maat geven of zo'n extra smal? Ook nog een shirt kwijt, was ik al vergeten eigenlijk. Oké, goed. Japan-Spanje 2-1. Grote verrassing wel. Japan is door. Maar mijn duivelshart is nog niet geheeld, maar ik snap dat we door moeten. We moeten door. We kunnen nog heel... We 17 door. Afleveringen. Hoe de fuck gaan we dat vullen? We gaan nog 2 weken duivelspraat hebben. Ik was weer enorm onder de indruk van de tweede helft van Japan. Mm. Het is als ze het ervoor doen. De eerste helft... Nee, niet goed. Tweede helft, boom. Fantastisch. Ja. Oh, maar ze scoren toch net van rust? Ah, dan ben ik even mis. Nee, ik kan ook mis. Ja. Hoeveel procent balbezit denk je dat Japan had in deze wedstrijd? 18. Dat is heel straf. 17,7. Kijk, ik ben voorbereid. Dennis, dat had je niet verwacht. Dat is mooi. Het laagste, het minste ooit in een overwinning in een wereldbeker. Ja. Echt? Ja, een overwinning. Een overwinning, ja. Maar iedereen heeft toch een zwak voor die Japaners. Dat voelde ik ook. Ik heb ervan genoten. Ja? Ik vond het echt zo vinnig en zo... Ja, zoveel strijdlust. En in de tweede helft... Spanje heeft 1 kans gehad, hè, volgens mij. Vond echt zijn weg helemaal niet. Allee, ik ben supporter voor Japan vanaf nu. Oké, mooi. Ik ben Japanner. Ja. 5 wijzigingen wel bij Spanje. En toch was het niet echt Spanje B, vond ik. Nee. Japan scoorde trouwens na de rust de 2 goals. Ja. Oef. Nee, maar het is ook hetzelfde als... Allee, Japan deed ook weer de wissels die de match deden kantelen. Zij hadden Mitoma en Doan op de bank. En ik herinner me net dezelfde discussie toen ze van Duitsland wonnen. Dus dat is heel raar dat die bondscoach... Die denkt, liever 1-0 achter, want dan zijn we op ons best. Dat is heel raar. Die zet eigenlijk zijn beste spelers op de bank. En Luis Enrique is gewoon een speciale vogel. Ja, dat is gewoon. Dat bewijst hij nu weer. Die haalt er 5 man uit... Brengt er 5 nieuwe mannen in, speelt ook op een totaal andere manier, hè, met Morata. Met een die wel weer scoorde. Ze zijn 1/3 al. Ja, maar die Luis Enrique is een beetje gek. En tot nu toe heeft hij geluk. Ja. Stel je voor dat Spanje en Duitsland er alle 2 hadden uitgelegen. Dat, toch... dat was een van de zotste WK-momenten ooit geweest, denk ik. Hey, als in de groepsfase. Dat waren wel 5 dolle minuten, hè, want 5 minuten lang was het zover. Hè. Ja. Wat een dag zou dat geweest zijn. België, Duitsland en Spanje inderdaad. Dan zou ik gestopt zijn. Dan nam ik het wel over. Ja, maar je houdt toch... Je vindt het weer jammer dan. Ja, absoluut. Ja. Nee, maar je hoort, dat is toch fantastisch dat zo'n klein land wint van een groot land. Dat is toch hetgeen wat u vaak doet genieten van een WK. Wat dat wij jarenlang waren met de Belgen, hè, de underdog. Klopt, inderdaad. Ja. Als wij dan een match wonnen, dan was dat euforie. Allee, het was op de baby-tv Costa Rica, dus de kleine tv naast onze grote tv. Ja, werkte heel goed. Toen Costa Rica scoorde, sprong iedereen recht richting die kleine tv. We waren allemaal de grootste fans van Costa Rica ineens. Dus ja, dat WK is gewoon magisch. Dat is echt 8 Japanners spelen in België of hebben in België gespeeld. Echt? Dan heb je ook al vanzelf toch meer een band. Ja, Schmid, Ito, al die mannen. Dat is geen quizvraag. Was die bal nu achter de lijn? Dat gaat wel, denk ik, nog een
een rol spelen? Uiteindelijk bij de 36e herhaling dacht ik van niet. Ik ook. Bij de 18e dacht ik van wel. Van mij was hij er duidelijk over. Maar nee. Ik dacht sommige beelden lijkt het 100% zeker. Dus. Als je bijvoorbeeld deze foto bekijkt die Michael van Varenberg had getweet, dan lijkt dat zo. Maar we hebben dat op de redactie van Play Sports een paar jaar geleden ook eens getest. Want hier lijkt deze bal bijvoorbeeld volledig achter de lijn. Ja. Maar als je dan erboven gaat hangen, dan is het duidelijk dat hij niet achter de lijn is. Dus dat was denk ik. Dat is trucage. Nee. Bij Play Sports zijn ze toch geniaal eigenlijk, dat ze dat allemaal zo kunnen doen. Ja. Ik weet wel dat Balde bij Spanje niet meer gaat starten, vrees ik. Die zag wel af, verdedigend. Het is wel zot, ook deze WK, zo, al die ploegen die uitgesproken favoriet zijn aan één wedstrijd, er is toch nu geen één ploeg waar je van je hand voor in het vuur steekt, van die gaan voor de eindoverwinning gaan nu. Frankrijk en Portugal, dat zijn de enige die me niet echt zijn tegengevallen, Brazilië ook. Ja. Ja. Evert, volgt jij Luis Enrique al op Twitch? Ja, nu wel. Ja. Ik vind het wel mooi wat hij doet. Ik vind het modern. Ik vind het fantastisch. Hij beantwoordt ook gewoon veel betere en leukere vragen dan in een gewone persconferentie met journalisten. Dus hij beantwoordt op Twitch gewoon vragen van fans. Mensen die van alles insturen. En dat gaat over de meest rare dingen. Maar... bijna dagelijks, hè? Ja, maar vragen over mogen uw spelers seks hebben voor de match? En, allez. En wat heeft men gezegd? Maar liever geen gangbang of zoiets. Was dat echt, dat was toch echt zijn antwoord? Alles behalve een orgie en Ferran. En Ferran Torres ook niet, want die is samen met zijn dochter. Dus die moest ook zenuw blijven. Ja. Mensen kunnen ons trouwens ook volgen op Twitch. Met podcast, want tijdens de rustdagen hebben wij daar onze FM-challenge. Is dat niet iets voor 16-jarigen en Luis Enrique, Twitch? Ja. Wij doen mee met Evert, kom. Oké. De Duitsers liggen eruit. Tweede WK op rij. Herstellen toch. Amai. En nu zelfs een beetje jammer. Enfin, ik wil natuurlijk dat die kleine ploegen doorgaan, of dat Japan doorgaat. Maar ik vond de Duitsland wel goed spelen bij momenten. Ik vond dat ze pech hebben gehad, die 2K ergens. Ja, ze zijn verrast door Japan in die eerste wedstrijd. Hè, en dat hebben ze dan meegedragen. Missen echte topspelers Duitsland? Top 10? Is er een Duitsers die in de top 10 van beste spelers zou zitten? Top 20? Sjala is in hun beste en die zou ik daar nog niet zetten. Ja, maar je hebt wel... Je hebt Neuer, je hebt Kimmich, je hebt Sané. Ja, niet slecht, zeker niet. Hij had door kunnen moeten gaan en zo, maar... Die cijfers ook. Meeste schoten in de groepsfase voorlopig, Duitsland. Meeste schoten tegen de paal of deklat, Duitsland. Meeste expected goals, Duitsland. En toch gaan die naar huis. Ja. Ja, vandaag het is niet alleen... dat ze niks gecreëerd hebben, dit toernooi. Vandaag alleen al heb ik 7 keer de paal gezien, denk ik. Dus ja... En ook straf uit Duitsland, je verwacht die in de volgende ronde. Die hebben tussen 1954 en 2014 altijd minstens een kwartfinale gehaald. En nu tweede toernooi op rij dat ze er in de groepsfase uitliggen. Dus... Ja, ik heb het er niet mee, dus van mij mogen ze naar huis. Nee, dat is, ik heb het niet voor de Duitse nationale ploeg. Ik weet niet waarom. Zou je die Flick nu meer tijd geven nog? Of moet je ook... opflikkeren. Ik wist dat je dat Ik wist dat je dat zo meer op een antwoord kwam. Boah, ik wil naar huis. Iedereen zat hier zo te wachten. Hij gaat het doen. Hoe lang is die nou bij hen, die Flick? Nu net, sinds het EK, denk ik. Nee, en dus een jaar en een half. Je hebt Joachim Leu gehad, die er 50 jaar heeft gezeten. En ik denk dat ze het zo hetzelfde gevoel hadden met die Flick. Maar ik denk dat dat nu in Duitsland toch nog moeilijk wordt. En Duitsland heeft nu wel heel veel coaches. Dus die hebben wel keuze. Waar dat wij dat niet hebben, heeft Duitsland veel keuze. Ja, heb je leuk. Is dat niet iemand voor ons? Ja, wat doet hij nu? Die is vrij, volgens mij. Die dat is vrij. Een heel goed idee. Maar ik kan een betere naam als ik net gezegd. Laten we even realistisch zijn. Ik zou ook uiteraard een grote buitenlandse topcoach willen voor de Roy Duivels. Maar is dat, die gaan toch niet meer komen? Die kunnen wel één niet betalen. Die gasten, dat lijkt mij gewoon niet echt realistisch niet meer. Ja, met de huidige spelers. Je moet Philippe Clement zeggen hoe Kevin De Bruyne moet lopen. Goh, met alle respect voor Philippe Clement, maar... We praten toch nog altijd over 3 miljoen salaris bij Martinez. 3 miljoen. 3 miljoen. Daar krijg je Leu misschien ook wel voor. Dat denk ik wel. Daar komt hij wel voor. Hij is toch werkloos, blijkbaar. Ja. Laat hem maar komen dan. En die andere, die van Lyon, die er bij Lyon is buitengeschot, die een bos of weet hem. Of... Ja, dat is kamikaze voetbal. Ja, dat is wel plezant, maar. Oké, en die niet dan. Bel maar af. Moet niet komen. Ja. Musiala, ik zei het al, naar huis. Ja, hij was wel weer goed vandaag. Ja. Speelt een heel goede WK toch? Ja, het is raar, maar hij zou de Golden Boy kunnen winnen. Op basis van die 3 wedstrijden. Ook al liggen ze eruit. Dat zo'n gast die ploeg moet trekken, de mannschaft moet trekken, is eigenlijk wel fenomenaal. Beste tiener van de wereld op dit moment? Oef.
Dus wacht. Pedri en zo. Wat? Ja, Pedri is denk ik net 20 geworden. Ja, okay. Gavi is er ook nog, hè? Ja. Ja, ik vind Musiala beter. Maar... Ja, want ik had deze tweet gezien voor de match van vandaag van Spanje. Ik vond die eigenlijk wel goed. Look at me, I'm Spain. Ik kan de twee beste middenvelders aller tijden creëren. Xavi en Iniesta. En ze dan gewoon zomaar opnieuw creëren als ze op pensioen gaan. Het is wel zo, hè? Ja, absoluut. Hoe deden de vrouwelijke refs het? Ze zijn niet opgevallen, dus dat is een goede teken, denk ik. Ja, dat was bij ons op de kleine tv, hè. Dus je kon dat niet... Maar ik had... Ja, ik heb het eigenlijk niet voldoende gezien. Maar ik kan me voorstellen dat dat een goede dynamiek brengt. Omdat dan spelers, denk ik, er minder geneigd zijn om er tegen te zagen. Kom mee, je gaat toch ook niet zo brullen op een vrouw, denk ik. Wat? Je gaat toch ook niet zo super brullen op een vrouw? Dat denk ik dan. Dus in die zin een goede evolutie. Maar ik had het gevoel dat ze die match wel goed onder controle had, wat ik gezien heb. Ja, haar oortje was kapot op een gegeven moment. Ik denk dat dat het meest spannende was dat er gebeurd is. Ja, maar vooral de volgende ronde. Ik had het gevoel dat Spanje op een gegeven moment vanaf de bank of zo kreeg van hey jongens, we mogen tegen Marokko. Ik weet niet of het zo was, maar ik had dat gevoel heel hard bij de match. Er was ook een moment dat ze natuurlijk virtueel uitgeschakeld worden. Ja. En dat was ook merkbaar. Dan ging het veel sneller naar voren. Maar die laatste vijf minuten. Ja, maar die laatste vijf minuten denk ik dat ze, dat voor hen wel oké was. Heel kort, volgende ronde. Spanje-Marokko, Kroatië-Japan. Wie gaat door? Japan en Spanje. Maar lief, Japan en Spanje. Ja. Ik hoop ook, dat hoop ik ook eigenlijk. Ja, ik gun het Marokko ook wel, dus ik vind het wel cool. Doe maar Kroatië wel. Die andere weet ik ook niet. Spanje. Ik heb toch het gevoel dat die, als die niet in hun spel geraken, zijn die wel kwetsbaar. Of dan is het, dat weet ik met Barcelona vroeger, onder Guardiola was dat ook zo. Maar als ze gewoon beginnen breien, zonder te breien, dan kan het wel eens fout lopen. Maar goede ploeg. Oké. We zijn er straks terug voor het laatste deel met Mid Mondiaal. Ik denk niet dat jij snapt wat een gruwelijke grap dat is. Hè. Ik stond daar. Yes. Ik had er onmiddellijk spijt van. Ja. Dat zijn de meeste grappen die ik uithaal. Maar wat ik me afvraag, hoe in twee keren pipi doen? Hoe doe dat? Of je stond aan te wachten en het kwam niet direct? Of, nee. Van de Gewoon als dit echt gebeurt, wil ik nu wel naar boven. Dus duwen. Even laten uitruppelen en dan... Heroisch. Ja, daarom dat ik meteen terug moest. Ik zou het nooit niet kunnen. Ja. Het hoogtepunt van Mid Mondiaal. Morgen is het Ghana-Uruguay. Waar denken we spontaan aan als ik Ghana-Uruguay zeg? Suarez. Als dan een Belg was geweest, zou je dat dan ambetant vinden om zo door te gaan? Of fair play of alles om te winnen? Alles om te winnen. Ik zou liegen als het niet zo is. Ik kan me niet eerlijker voordoen aan de pauze. Ik heb ook wel zo'n dingen gedaan op het laagste niveau. Beeld je dat tegen Holland is, België-Holland. Ja, dan doet je dat. Fantastisch toch? Je doet dat gewoon, ja. Genieten. Er is nog een Belg op 2K, Dennis Odoi, en ik heb er vandaag mee gefacetimed. Hoe is het? Zo. Heb je daar al veel vrienden? Ja, met zo'n paar mannen spelen ze op Perudo. En dan Uno hadden we vorige keer hebben ook een paar keer gespeeld. Het is wel een goede groep. Beseft je dat je op een WK zit? Niet speciaal. Maar ik denk dat het anders is als je een wedstrijd start, bijvoorbeeld. Ga je starten morgen? De ploeg is nog niet bekend, maar ik denk afhankelijk van de vorige twee wedstrijden zou ik denken van niet. Dus... Op zich viel je toch goed in? Ja, oké, maar ik ben de vorige twee wedstrijden ben ik niet gestart, dus ik zou niet weten waarom ik nu wel zou starten. Is de spelersgroep bezig met wat er gebeurt in 2010 tegen Uruguay? Ja, iedereen kent dat. Bij de bevolking ligt dat wel heel, heel gevoelig en zo. Maar ons doel is duidelijk. Doorgaan naar de volgende ronde. En alleen op die manier kun je, denk ik, wraak nemen. Als je niet de finale speelt of de kleine finale, kom je dan iets langs in de studio? We zullen zien. Hopelijk ben ik nog hier. Succes. Ciao.
Dat is duidelijk net wakker en nog niet echt enthousiast. Hè? Nee. Maar echt, kun gaan naar wel de kwalificatie. Ja, op zich. Ja. Toffe ploeg. Ja. Ja, maar Dennis heeft heel grote pech dat op rechtsbak speelt Lamptey, die ze eigenlijk ook genaturaliseerd hebben voor de grote toernooien te halen. En die speelt bij Brighton. Dus dat is jammer voor hem, denk ik. Ja, absoluut. Maar Ghana ja. heeft een geweldig leuke ploeg. Allee, de vorige match vond ik die zalig om naar te kijken. Ja. Ja, ik gun die echt alles. Ik hoop ook dat een Afrikaans land heel ver geraakt. En heel ver is halve finale of meer. Mm. Ik had gelijkspel ingevuld bij onze sponsordingen. En zijn ze dan niet door? Ja, ja ze hebben er al ze hebben gewonnen vorige match. Hè? Ja, dan zijn ze door. Ja. Dennis, het is tijd voor ons All-Star team. Ja. Misschien nog eens snel overlopen. Het concept is nog altijd hetzelfde. Ik zal de namen nog even overlopen. In doel staat nog altijd Thibaut Courtois. Onze defensie is van links naar rechts. Sandro, Maguire, Laporte, Preciado. Ook al zouden Laporte en Maguire eigenlijk moeten omdraaien. Gavi en Musiala op het middenveld. De flanken Mbappé en Saka. En Aboubakar en Richarlison zijn de spitsen. Dus Robin en Erik, jullie mogen elk één iemand eruit halen, één iemand erin zetten. Erik, ik begin bij jou. Wie wil je eruit? Wie wil je erin? Ja, ik wil er niet per se iemand uit, maar ik zou Lukaku van voorzetten in plaats van de spits die er nu staat. Er zijn er twee, Richarlison of Aboubakar? Ah, ja, nee, Aboubakar eruit dan. Alhoewel, die hebben we morgen nodig voor Ghana. Cameroen. Ja. Cameroen speelt. Cameroen, sorry. Die hebben we niet nodig. nee, Lukaku, ik heb zoveel respect voor de mens, de voetballer. En, ik leef zo mee met de pech die hij vandaag gekend heeft. Een emotionele keuze. Ja, dat is heel mooi. Inderdaad. Robin. Ik ga die Dikselse Kroaat erin zetten, die het zo goed heeft gedaan. Ja, die Guardiol. Masker. Guardiol, in de plaats van, Joris Brijs, Maguire. Heel mooi, Robin. Ja, die 500 euro zelfs. Ja, voilà. krijg ik dat t-shirt, dat shirt van Joris Brijs, dat trui ik. Dat is goed. Ja, goeie okay, team. Voilà. Team, ja. Het team wordt er sterker op. Die Guardiol. Die redding, die dat is de tackle van het WK. Echt. Wow. Niet normaal. Ja. Wow. Iets niet helemaal WK. Er was vandaag veel nieuws rond propere handen. Ja. Wat was het nieuws, Evert? Misschien moet je daar even toelichten. Ten eerste vind ik het enorm bizar dat er nieuws rond, het belangrijk nieuws rond propere handen naar buiten komt op deze wedstrijddag van de Rode Duivels tegen Kroatië. Je begint bijna te gaan vermoeden dat het bewust wordt gedaan op deze dag. En dan vind ik dat wel echt straf. Want het is toch sowieso bewust. Ja, maar door wie of door wat? Dat parket gaat daar toch niet mee? In communicatie, ja, bewust. Die advocaten van die mensen dan niet rekken en beslissen wanneer dat je... Ja, die advocaten, ja, dat is een schande. Hè. We hebben hier Omar Souidi gehad, kan hem daar toch eens op aanspreken. Maar dus... Die zou dat niet durven, zo. Er zijn 10 mannen uit Belgisch voetbal die in propere handen beschuldigd werden, die een minderlijke schikking hebben getroffen met het parket, die dus eigenlijk een schuldbekentenis hebben gedaan en in ruil daarvoor geen verdere sanctie kunnen oplopen. Dus zij hebben waarschijnlijk een financieel vergelijk gevonden daarover. En dat zijn grote namen. Vragen, Mannaert, Louagie, Patrick Janssen zat erbij. Die mannen ontlopen een uitgerokken proces. Dus die tekenen af en die zijn er nu vanaf. En ik vind dat toch ergens ook een pijnlijke gang van zaken. Maar ja, ergens weten we nu wel, het is waar. Ja, en dan ben ik zeer benieuwd wat de voetbalbond en de Pro League hiermee gaan doen. Want die mannen hebben wel een schuldbekentenis ondertekend. Dus die zeggen eigenlijk, wij hebben financieel gefoefeld. Terwijl we bestuurder waren van een voetbalclub. Ik stel me daar vragen bij, want in de licentie staat dat je geen bestuurder mag hebben die veroordeeld wordt voor gefoefel. Dus, zeer benieuwd. Is dat ook financieel gevoefel? Ja, zeker. Mm. Zit een film in, hè, jongens? Ja, zeker. Ja. Een prompje van Lloyd Zalen. Matthias Schoenaerts als Dejan Velkovic. Ik zou wel kijken, maat. Direct. Maar komt er nu nog een proces? Ja, tuurlijk. Ja. Want er... Maar wie blijft er nog over? Ja, de grote... Enkel George Lekes nog? Of... Ja, de grote spelers... ja, maar het is wel opvallend dat het er nu al 10 zijn die het kenbaar hebben gemaakt. Dus dan weet je ook al dat er kanonnen zijn die geen minderlijke schikking hebben kunnen afsluiten. Of die het nog gaan doen, denk ik dan. Maar... Ja, dat kan ook nog. Ja, dat het ook over grotere bedragen gaat bij hun. Ja. Er zijn ook clubs, denk ik, die in verdenking zijn gesteld. Je hebt ook nog het onderzoek van de BBI, dat eigenlijk daar los van staat, waar ook heel veel clubs nog een serieuze boete kunnen verwachten. Dus het is zeker nog niet voorbij. Ik vind het wel straf bij Juventus. Schoemelt het bestuur en die stappen allemaal op. Ja, en hier blijft precies wel iedereen zitten. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ik denk dat Juventus nu als voorbeeld.
Dat is die van Gesjoemel, dat is een prima voorbeeld. Ja, dat zeker. Maar die, ja, die, hoeveel keer hebben die dat al gedaan? Elke keer. Dan stappen die op en dan komt er een nieuw regime. En die stappen dan ook weer op. En allemaal familie. Ja, goed, heren. Dikke merci. Ja. Robin, wanneer vertrek je op vakantie? Volgende week. Oké, okay, jij komt niet meer terug dan? Nee, bedankt voor mijn uitnodiging. Ik vond het echt geweldig leuk. Je waart ook fantastisch. Jij komt wel nog eens terug? Ik kom nog eens terug, ja. Okay, met veel plezier. Ja. En aan de kijkers en luisteraars, geniet nog van de zolder van Evert en tot morgen. Bye. Robin, welkom op mijn zolder. Mooi, fantastisch. Mooi, hè? Ik weet echt wel, droom hier al 2 weken van. Heb jij iets met WK Anthems? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja zeker. Ik heb er eentje bij, het WK 1978. Hoe oud was je toen? Toen was ik nog niet geboren. Wat zie je? Het plaatje. Een mooie blonde dame. Het is het officiële WK Anthem, okay. El Mundial. Ik ga het opzetten en jij moet proberen te raden wie het gecomponeerd heeft. Ja, cool. Wat denk je? Ja, Sergio Leone. Ja, dus? Ennio Morricone natuurlijk. Ja, het is inderdaad gecomponeerd door Ennio Morricone. Van, en hij heeft dat dan voor dat specifiek WK gemaakt. Daar is heel veel over te doen geweest. Hij heeft enorm veel kritiek gekregen. Ja. Eén, omdat hij een Italiaan was die het voor het WK in Argentinië deed. Maar de rest van de wereld zei, hela, hela, voor dat WK van Videla, de dictator, ga je toch niet werken. Ja. Dus het is wel een zeer gecontesteerd plaatje dat hij heeft gemaakt. Ik denk dat je die man in de categorie van Mozart, Bach en... Echt? Ja, voor mij wel. Zo hoog? Omdat hij filmmuziek maakt, gooi je die niet zo snel in een categorie zoals die andere giganten, maar... Ik zie het wel niet in Zillion, dit soort muziek. Ja, met een beat eronder. Ga je er nu extra op letten weer, wat het anthem is, elk toernooi? Ja, er worden ook geen hits niet meer. Hè. Dat is jammer. Hè. Als het ooit eens naar België komt, dan moeten wij daar wel nog eens een mega vedette op zetten. Dat Crimson, hè. Dat is heel al, toch? De Ennio Morricone van Vlaanderen, eigenlijk. En met El Mundial en Ennio Morricone nemen wij afscheid en zeggen wij tot morgen.